Nationale Assemblee heeft zich vandaag gebogen over de ontwerpwet nadere wijziging van het Surinaams wetboek van koophandel. Het gaat om een initiatiefvoorstel ingediend door de leden Jenny Simons, Melvin Bouva, Naomi Samidin en Wendel Assadang. Volgens Bouva is de wijziging nodig om het Surinaams ondernemings- en investeringsklimaat te verbeteren. Surinames positie op de internationale Ease of Doing Business lijst moet beter, vindt de NDP-parlementariër. Wij zullen ons met z'n allen verder inspannen om Suriname op de positie te brengen welke we behoren te zijn om inderdaad business te kunnen doen, om zaken te kunnen doen in Suriname. Vandaar het initiatief. Maar ook vandaar, voorzitter, mijn dank aan de commissie, voorzitter en leden. Dus de regering zal maandag de initiatiefnemers conform de afspraken ondersteunen. Niet alleen de technische behandeling van de wet, maar er zijn enkele vragen inderdaad gesteld. Hoe het verder beleid van de regering zal aansluiten op zo'n wet. En hoe het flankerend beleid, belasting en dergelijke, als er daarover wat opmerkingen kunnen worden gemaakt. Dat is maandag. En ondertussen gaan de initiatiefnemers wel aan de slag om zowel wat van de verschillende stakeholders is gehoord, wat al nu is verwerkt, en ook enkele zaken die vandaag naar voren zijn gekomen, later op de dag te verwerken in een nota van wijziging, zodat het makkelijker is voor de leden en voor de regering om het gewijzigde ontwerp te behandelen. We gaan de ronde dus niet afsluiten, want de regering zal in eerste ronde van de initiatiefnemers de ondersteuning verlenen. U hoorde DNA-voorzitter Jenny Simons en daarvoor vicevoorzitter Melvin Bouva. Ze zijn beide initiatiefnemers van de behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging van het Surinaams wetboek van koophandel. Het parlement nam ook een minuut stilte in acht in verband met de dag van de nationale rouw vandaag. Op dit moment vindt bij het monument van de gevallenen van de Binnenlandse Oorlog de officiële herdenking plaats van de nationale rouwdag. De activiteit is een initiatief van het comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld en ondersteund door de regering. Naast speeches door onder andere president Desi Bouterse zullen de namen van ruim 200 personen die zijn omgekomen door politiek geweld worden voorgelezen. Ook zullen er kransen worden gelegd door president Bouterse en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk. Beiden stonden midden jaren 80 tegenover elkaar in de Binnenlandse Oorlog, respectievelijk als legerleider en leider van het Jungle Commando.